Auto's versus enorme gaten in GTA 5. Met deze auto's gaan we proberen over het grootste gat in GTA 5 te springen. Dit zijn dus alle voertuigen die we vandaag gaan gebruiken. Maar laten we beginnen bij het eerste level, namelijk de traagste. Namelijk het golfkarretje. Laten we instappen en hier is hij. Ja, dit ding is wel echt enorm traag. En wij moeten eroverheen weten te springen met het voertuig. Let's go! En... het ging fout. Hahaha, en ik zit weer letterlijk in een gat. Kan ik er ook uitkomen? Nee. Oké. Deze is dus niet snel genoeg. Nu hebben we natuurlijk dit ding. Ik ben heel erg benieuwd. Kunnen we met dit ding... kijk, we kunnen dit ding naar beneden doen en naar boven doen. Als het goed is, maakt dat geen verschil. Dus let's go. Een klein aanloopje. Daar gaan we, daar gaan we, daar gaan we. Gaat deze wel lukken? Gaat deze het wel lukken? Ja! Oh! Ja! Ja, we zijn over de eerste zinkgat. Ja, een gat zijn we overheen gesprongen. Nice. Alleen, dan gaan we nu ook proberen de tweede te doen. En dat gaat waarschijnlijk niet lukken. Dus moeten we naar de volgende. En, nee, het lukt net niet. Oh, helaas. Nu zitten we in deze mooie roze auto. Kijk, we springen makkelijk over de eerste heen. En hopelijk ook makkelijk over de tweede. Nee. Wat? Ik had echt wel verwacht dat ik ook over deze had gesprongen, maar helaas. Laten we een challenge doen. Verder dat het jou niet lukt om binnen 5 seconden op het blauwe duimpje hoog te drukken? Laat het uittesten. Binnen 5, 4, 3, 2, 1. Ja, het is je wel gelukt. Oké, goed zo dan. En vergeet zeker niet even te abonneren. We gaan namelijk naar die 150.000 abonnees. Oké, we hebben nu deze uit de toekomst. Dikke Space Docker hebben we nu. Oké, daar gaan we. Daar gaan we, daar gaan we. Met deze buggy. En makkelijk over de eerste en makkelijk over de tweede. Oké, goed zo. Nog een keer, nog een keer, nog een keer. En makkelijk over de derde. Nice. Oké, ze worden steeds groter. De gaten worden dus steeds groter. Oké, gaan we ook over deze heen kunnen? Nee. Helaas. Auw. En ik kan er ook niet uitklimmen, hè? Nee, dat gaat hem ook niet worden. Ik kan wel rondjes rijden, zo. Nou. Het lukt me. Oh, het lukt me gewoon. Dit meen je niet. Oké, dit was echt heel tof. Ik had niet verwacht dat dit zou lukken. Maar dat maakt niet uit. Alsnog, dit voertuig is niet snel genoeg. Dus die gaat weer terug. Doei. We hebben echt nog heel veel te gaan. Maar we gaan... oh, oeps. We gaan nu voor deze. Dit is ook een hele trage auto. Maar misschien... ja, misschien haalt hij het... ja, misschien haalt hij het wel. We gaan er echt komen. In ieder geval, de eerste haalt hij makkelijk. De tweede maakt hij haalt hij makkelijk. Oké. Ja, ja, ja. Oké, als we deze halen, hebben we gewoon een recordje met deze trage rotauto van GTA 5 gewoon. Standaard. Let's go. Let's go. En... ja, we halen... nee, net niet. We halen het net niet. Ah, we hebben geen recordje, helaas. Dus deze, die, ja, die komt hier ook gewoon te zitten. Oké, nu deze ja, gele of oranje voertuigen hier achter mij staan. Hele dikke, vette, snelle voertuigen, auto's. Ik ben heel erg benieuwd hoe ver we daar overheen komen. Met, ja, kunnen wij straks over het grootste gat heen springen? Want de gaten worden dus steeds groter. Dit is makkelijk. Wacht eens eventjes. Dit is best wel een lange auto. Volgens mij past die niet eens in het gat. Oh, jawel. We hebben een kleine deuk in onze achterbak. Maar dat maakt niet uit. Het houdt ons niet tegen. Blijkbaar wel. Want deze is niet snel genoeg. Oké, dit is slecht. We hebben nu een, ja, een, letterlijk een ja, een, hoe noem je ze? Een lijkenauto hebben we nu. Ja, we hebben een lijkenauto met letterlijk ook een mens in de achterbak. Dus kijken of we het halen. Ja, ja, we hebben volgens mij gewoon een recordje of niet? Of nee, hierna volgens mij pas. Als we hierna weten... kom op, dit moet lukken toch? Kom op, kom op, kom op, kom op. Nee! Nee! Ah, ik ben heel erg benieuwd of we zo meteen een recordje kunnen pakken. Oké, we pakken deze mooie roze pick-up truck. Ik ben heel erg benieuwd. Is dit ding sneller? Hij is snel, hij is snel, hij is snel. En hij springt er makkelijk overheen. Hij springt er makkelijk overheen. Oké, dit wordt een recordje. Dit past trouwens niet helemaal bij de groene wielen en roze kleur. En ja, recordje. Bingo, let's go. Let's go. Oké, we gaan nog een recordje pakken. Kom op, dat moet lukken toch, zou je moeten zeggen. Kom op, kom op. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. En... ja, net. Oeh. Dit ding is super gaaf. Alleen, nu moeten we echt een aanloopje nemen. Want nu wordt het gat echt veel... veel, veel groter. En de jump wordt ook veel groter. Oké, daar gaan we. Daar gaan we, daar gaan we, daar gaan we, daar gaan we. Let's go. Gaat het ons lukken? Zo. Dit gat is enorm. En nee, het lukt ons niet. Want wow, dit ding is bizar groot. Ik ben heel benieuwd of we straks een recordje weer kunnen zetten met een ander voertuig. En oh, au, 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 au. Wat zijn dit allemaal voor gekke kleuren in deze auto, in deze monster truck? Rood, paars, groen, blauw, geel, roze, alles zit erin. Maar ja, we gaan het gewoon proberen. Is dit ding sneller? Hij is wel onhandiger, want hij is enorm groot. Maar hij doet het tot nu toe best goed. Hij doet het tot nu toe best goed. En als hij hier overheen gaat... ja, 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 oh, oh, alleen... dat ging fout. Come on, 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 come on.
Deze moet hij halen. Kom op, want hier zitten ook een aantal auto's in. En... nee! Of niet? Hier zitten geen auto's in. Oké, dus het is wel... nou ja, het is niet een persoonlijk record. Maar, nou ja, ik had ook niet verwacht dat deze het zo goed zou doen. Maar, best goed. Een dikke witte monster truck. Nou, dit wordt makkelijk, want hij past niet eens door de gaten hier. Alleen deze wel, dus nu moeten we opletten. Dit ding gaat best snel trouwens. Dit ding gaat best snel. Dus hier maar, met dit ding maken we echt wel een kans, denk ik. Ja. Oh, nog maar net. Oeh, dit gaat spannend worden. We hebben een grotere aanloop, dus we kunnen ook meer snelheid maken. Kom op, haal het alsjeblieft. Haal het. Nee, net niet. Op het randje, op het randje. Nee, bij de andere monster truck. Weer een andere monster truck. Kijken of deze het recordje gaat breken. Het is weer een andere, ja. Met andere mooie kleurtjes. Gaan we het halen? Kom op. Oké. We doen het goed, we doen het goed. We springen eroverheen. We hebben nu een grotere aanloop, dus we kunnen ook meer snelheid maken. Kom op. Nee, hij gaat niet zo snel. Nee, dat gaat niet lukken, denk ik. Joh. Of wel? Of wel? Het lukt hem wel. Het lukt hem gewoon wel. Ik had het echt niet gezegd van tevoren, maar het lukt gewoon. Het lukt gewoon. Oké, we hebben nu een groter aanloopje, maar we gaan helemaal niet zo snel naar mijn idee. Maar we gaan kijken, dit is dat hele grote gat en er komen nog vele grotere gaten. En, dit wordt hem niet. Helaas. Helaas, pindakaas. Ik kan gewoon parachute springen in dit gat, joh. Woehoe. Er is ook een bus. Gaan we die proberen? Nou, vooruit. Nou, de bus gaat in ieder geval het eerste level redden. Want ja, kijk, het gat is namelijk... de bus rijdt er gewoon overheen. Het is gewoon... de bus past niet in het gat. Let's go! Let's go! Nou, de bus doet het behoorlijk goed nog. Ik had niet verwacht dat hij het zo goed zou doen. Maar we gaan straks namelijk naar de wat duurdere auto's. En dan wordt het allemaal veel sneller. En ja, dit... ja, helaas. Dit is ook een bus. Alleen een muziekbus met allemaal boksen. Dit is de laatste bus en daarna gaan we naar de snelle voertuigen. Ik ben heel erg benieuwd. Kijk, dit is gewoon letterlijk een bus met een DJ-tafel boven. Boom, 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 boom. Vet, man. Alleen, deze haalt hij natuurlijk wel. En deze haalt hij ook wel. Want dit ding is natuurlijk gewoon veel te groot om in het gat te vallen. Maar nu kan hij er wel in vallen. En gaat hij een recordje breken met het vorige busje? Even kijken. Yeah! Ja, hij heeft gewoon een record gebroken. Tenminste, in ieder geval, hij is sneller dan de vorige bus. Maar ik ben bang dat dit hem niet gaat worden. 3, 2, 1. Nee, spring er maar uit. Spring er maar uit. Het is game over. Au, au. En ja, dit dacht ik al. Het is game over. Au, 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 au. Wat een ravage hier, oh. Wat een troep. Al die muziekboxen liggen er ook vanaf. Ja, nu wordt het leuk. Oké, we beginnen hier. Dit is een iets snellere voertuig. Alleen hij is, nou ja, nog best wel traag. Daar gaan we. Go! En ja, hij gaat best rap trouwens voor zo'n oude auto. Oké, gaan we. Makkie. Dit is wel even heel teleurstellend. Helaas. We komen steeds bij snellere voertuigen. We houden er nog maar een paar voertuigen over. We gaan deze doen. Dit is ook een snelle auto, alleen wel een oude auto. We gaan kijken. Ik ben heel erg benieuwd. Go. Nog een keer. Go. Goed zo. Ja. Ja, hij doet het best goed. Come on. En... wow, alsof het is enorm makkelijk voor dit kleine autootje. Hij doet het gewoon. Kom op. Over deze heen. Ja. Ja, en nu komen we bij dat enorme grote gat. Maar gaan we dat... gaat het ons lukken met dit oude autootje? Hij is wel enorm snel. Hij gaat sneller in ieder geval dan de monster truck. We gaan kijken. Binnen 3, 2, 1. En... nou, hij komt best ver, alleen niet ver genoeg. Hij tikt wel de rand aan, volgens mij. Ja. Au. Dit gaat fout. En op de andere monster truck. Oh, we misten hem net. Helaas. Vergeet trouwens zeker niet even op een blauw duimpje te smashen. En vergeet zeker niet even te abonneren. Abonneren is namelijk helemaal gratis. En we gaan naar die 150.000 abonnees. Jouw abonnee kan het verschil maken. Nu begint het leuk te worden. We gaan in dit raceautootje met dikke vette twee uitlaten. Met een spoiler waar vlammen uit de uitlaat voorkomen. Oké. Dit wordt leuk. Makkie. Dit is een makkie. En dit is ook een makkie. Ja. Dit is ook een makkie. Ja. Dit begint er weer op te lijken. Kom op. Ja, dit moet lukken. Ja hoor. Kom op. We gaan best wel heel snel op die jump af. Kom op. En go. Ja. Ja. Nee.
Nee! Net niet! Dit was wel tot nu toe de beste, want hij haalde het bijna. Nou, we hebben nog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 voertuigen over. Ik ben benieuwd welke straks over de grootste heen gaat. Dit is nog niet eens de grootste die we hebben gehad. Maar let's go, dit ding dan. Oké, makkelijk over de eerste, natuurlijk. De tweede, ja, derde. We snappen hem nou wel weer. Het is geen challenge en geen opdracht voor deze auto om die eerste paar te halen. Nu begint het wel spannender te worden. Kom op, kom op, kom op, kom op, jongen. Kom op, je kunt het, je kunt het, je kunt het. Goed zo, goed zo, goed zo. Kom op. Ja, hij gaat veel sneller volgens mij. Hij gaat veel sneller. Let's go, halen we het. Ja, we halen het. Oké, go, go, go. Naar de volgende, volgende, naar de volgende. Dit is de grootste, dit is de grootste jump en het grootste sinkgat slash gat wat er is. We gaan het doen, we gaan het doen, we gaan het doen, we gaan het doen. Ik zie de finish daar in de verte. Alleen, ja, dit wordt hem niet. Dit wordt hem niet. Ik ga mijn auto achterna. Auto, blijf wachten. Oh, wacht eens even. Dit lijkt wel als dat dit gat... Ja, dit gat is gevuld met water. Oké, ik ben een beetje nat geworden door het water. En ik heb wat schammetjes. Maar dat houdt ons niet tegen. Want wij gaan naar het volgende voertuig. En namelijk deze dikke vette BMW. Deze nieuwe BMW. Hij heeft 4 uitlaten. BMW M3. Nou, we gaan erachter komen. Let's go. En boom. Makkie. Dit doet hij makkie. Alleen het sturen van dit ding is wel een beetje irritant. Oké, 4 uitlaatjes. Gaat dit het hem doen? Gaat dit het hem doen? Dit is volgens mij de eerste voertuig die we hebben. Een auto supercar die we hebben met 4 uitlaten. Dat moet zeker wel goed gaan komen, toch? Zou je moeten zeggen. Kom op, we maken wel wat snelheid. We maken wel wat mooie snelheid. Ik vind de kleur trouwens ook van deze auto heel mooi. Wat trouwens nu er niet aan toe doet. En ja, we halen het. We halen het. We halen het net. Echt net. We halen het echt net. Kom op, gaan we deze ook halen bij de finish? Gaan we deze ook... Nou, we komen wel verder. We komen verder, alleen... nee, helaas, nog niet. Nu komen we deze Audi. En deze Audi R10. Of R8, bedoel ik. Spoilertje aan de buitenkant. Oké, dit wordt leuk. Nou, we zijn over het begin heen. Want ja, dat is niet meer spannend. Dus deze beginnen wel spannender te worden. De binnenkant vind ik iets minder modern. Dus ik ben benieuwd hoe ver die gaat komen. Dit is ook 4 uitlaten, heeft deze auto. Gaat deze... Ja, gaat dit het gewoon redden straks als de laatste? Bij de laatste. Dat we gewoon de finish kunnen halen met deze. Dat zou heel leuk zijn. Maar ik ben bang. We gaan erachter komen. Wow, oké. Het lukt hem gewoon. Het lukt hem. Het lukt hem. Alleen, we crashen. En nu zijn we onze snelheid kwijt. Dus wat we gaan doen, is we gaan hier terug. Zo. Oh, we zitten nu echt op het randje. Oh, oh. Kijk, we zitten nu echt op het randje. Hier onder ons zit een heel groot gat. En daar gaan we. Daar gaan we. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Zo snel mogelijk naar die blauwe... jump toe. Die sprong. En hopelijk dat die sprong gewoon nu even mee zit. Zodat wij zo meteen naar de finish kunnen gaan. Come on. Come on. Gaat het ons nog lukken vandaag? Nee. Dit was tot nu toe nog de slechtste. Een Lamborghini. We beginnen nu met de Lamborghinis. Ik ben heel erg benieuwd. Heeft deze hoeveel uitlaat heeft hij? 3. Oké, dat is 1 minder. Maar het is wel een Lamborghini. Dus, let's go. Met de spoiler de buitenkant. Nice. Dit begint er al meer op te lijken. Come on. Ja. Oh, dit begint er zeker meer op te lijken. Deze, die haalt deze jump al veel makkelijker. Kom op! Ja, we komen dichterbij. Ja, 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 ja. En... nee, helaas. We hebben hier zo meteen hele snelle voertuigen. Maar we hebben hier ook één. Die staat er ook bij. Een burgershot. Een hamburgerauto met 1 uitlaat. Ja, dat meen je toch niet? Hoezo staat die hierbij? Nou, we gaan kijken of het deze wel lukt dan. Mooie gele burgerauto. Kom op, jongen. Burgerauto, hamburger. Ik heb er trouwens nu best wel trek in. Alleen, dit moet toch lukken of niet? Gaat het lukken? Gaat het lukken? En... nee. Niet eens deze. Oké. Dat is wel teleurstellend. We houden nu 1, 2, 3, 4, 5, 6 voertuigen over. Ik wil deze Ferrari proberen. Ook 4 uitlaten. Let's go. Hier gaan we! Ja! Oh, hij gaat veel te makkelijk over deze heen. Oké, ik ben benieuwd wat hij zometeen met de grootste gaat doen. Kom op! Haal het! Haal het! Ja, we zijn nog nooit zo ver gekomen. We zijn nog nooit zo ver gekomen. We zijn nog nooit zo ver gekomen. Ik zie de weg. Ik zie de finale. Ik zie de finish. En ik zie de finish verdwijnen. Maar we hebben wel deze wand aangetikt. Dus dat hebben we zo nog niet weten te krijgen. En ja, de auto is ook helemaal aan flarden. Helaas. Oh, au. En... plons. Ik wil nu deze Ferrari proberen. Ferrari, ik bedoel Lamborghini, hè? De eerste Lamborghini met 4 uitlaten. Let's go. Wow, een dikke vette rode Lamborghini. Ja, dit gaat lukken, dit gaat lukken, dit gaat lukken. Dit is niet de bedoeling, want we moesten hier landen op deze weg, zodat we deze jump konden halen. En nu vallen we in deze. Huh? Dat is ook niet goed.
Helaas, dit is hem ook niet. Oké, en deze Formule 1 raceauto dan? Gaat die het lukken? Wat gebeurde hier? Dit ding knalde gewoon hier tegenaan. Oké, dit is hem dus ook niet. Oké, en deze Ferrari dan? Kom op. Deze Ferrari. Twee uitlaten maar het is wel Ferrari met een spoiler. Oké, we gaan erachter komen. Kom op, let's go. Oké, dit is beter, dit is beter, dit is beter, dit is beter. Maar nu moeten we wel voor deze jump landen, anders kunnen we geen snelheid maken. Kom op, kom op. Ja, we halen hem, we halen hem, we halen hem. Wel en net niet. Dit ben je niet. Nee, we hadden hem wel, maar ook weer net niet. We tikten wel de zijkant aan. We hebben nog twee voertuigen. De finale. Ik gok zo dat deze het snelst is. Dus laten we die voor het laatst bewaren. Laten we eens de Lamborghini pakken. Ik weet niet eens wat voor auto dat is hiernaast. Volgens mij een Ferrari. Kom op, dit moet lukken toch? Kom op, kom op, kom op. Alsjeblieft, 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 alsjeblieft. Oh, waarom gaat de motorkap open? Of eigenlijk de kofferbak bij deze auto? Want daardoor verliezen we snelheid. Dit is hem ook niet. Oh, dit wordt heel spannend. Gaat het met de laatste auto lukken? De laatste parel. Hou. Oh, dit wordt een spannend moment. Ik voel hem al wel in mijn hartslag. Ik voel hem al, ik voel hem al. Een mooie gele oranje Ferrari. Die letterlijk de deuren open doet vanaf de voorkant. Oké, dat is wel echt heel... Dit ding komt uit de toekomst, man. Heel gaaf. Oké, we gaan kijken. We gaan kijken. Wat mij trouwens opvalt is namelijk... Deze auto heeft namelijk een mooi nummerbord. Namelijk abonneer. Misschien bedoelt de auto dat wel tegen jullie. Dus dat je even moet abonneren. Doe het zeker even. Voor dit spannende moment. Misschien geeft het wel geluk. Oké, daar gaan we. Daar gaan we. Oké. Dit ding gaat nu al heel snel. Oké, over de eerste gaat hij makkelijk. Over de tweede gaat hij makkelijk. Vanaf binnen lijkt hij ook heel vet. Oké, we gaan makkelijk over deze. Dit ding is snel. Zo, dit ding is heel snel. Dit ding is heel snel. Oké, we gaan een aanloopje nemen. Remmen, remmen, remmen. Want het zou heel zuur zijn dat we hierin vallen. Oké. Het laatste gat. Daar gaan we. Binnen 3, 2, 1. Zo, oh, hij gaat heel snel. 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 En. Het gaat hem lukken of niet? Gaat het hem lukken? Dit is een heel spannend moment. Dit is een heel spannend moment. Zijn we er overheen? Over het gat? Ja, we zijn er gewoon overheen. We zijn er overheen. We zijn er overheen. We zijn er overheen. Ja! Yes! Let's go! Let's go! De finish! We hebben gewoon letterlijk de finish gehaald. We hebben de finish gehaald. Nice. Oh. Vergeet zeker niet even te abonneren. Knal op een duimpje omhoog. En klik snel op even deze twee video's. Want die gaan zo meteen verdwijnen. Binnen 3, 2, 1.